Ajit Bakash is trendwatcher en die zegt dat u het nog veel drukker gaat krijgen. Meneer Bakash die schuift bij ons aan. Wij gaan praten over trends op het gebied van wonen, werken, gezondheid onder andere. U adviseert bedrijven en overheid over de op handen zijnde ontwikkelingen binnen de samenleving. Hartelijk welkom overigens. Dank je wel. U heeft een nieuw boek geschreven, Microtrends Nederland, dit boek. Daar staat ook allemaal in wat nu al heel klein aanwezig is, maar wat wij straks waarschijnlijk allemaal in het groot gaan meemaken. Maar waarom gaat meester Frank Visser het nou zoveel drukker krijgen? Omdat je ziet dat mensen een korter lontje krijgen. Dat komt door een paar dingen. De stress over de crisis. We hebben nu recessiestress, zoals dat heet. En aan de ene kant krijg je daardoor dat mensen meer slaappillen nemen, maar ook antidepressiva. Al een miljoen mensen aan de Prozac om door het leven te komen. Dus aan de ene kant krijgt het niet drukker, maar dan krijgt het iets rustiger. Als ze dat doen. Maar ja, een hele hoop leiden wel aan recessiestress, maar nemen geen Prozac. En dan gaan ze op de buren inhaken. Okay. Het tweede is door de klimaatsverandering. Als het warmer wordt dan, en alle deuren enzovoort staan open, krijg je veel meer burenruzies. Het hele, dat zie je ook. Ik hoor dat terug. Zijn in zuidelijke landen meer burenruzies aan de hand dan bij ons? Ja, maar in Italië zijn ze het gewend. De ramen staan toch open, je hoort alles van elkaar. Maar wij zijn het niet gewend, want wij waren toch altijd gewend. Gesloten. Het was koud en als je de ramen open deed, kreeg je bevroren tepels. Dus dat deed je niet, dus je hield het netjes. En nu wordt het anders en dan is het allemaal warmer. Hè? De Surinamisering van het klimaat. En mensen horen alles van elkaar, raak ik geïrriteerd door die hitte. En ik hoorde dus en van politieagenten en ook van officieren van justitie terug, we hebben het zo druk op die warme dagen. We moeten extra mensen sturen naar allerlei wijken, want ze slaan elkaar het... U zit heel erg te knikken. Ja, herkent u het? U denkt ook dat dat zo is, dat het steeds meer wordt... Dat weet ik wel zeker. Geweldpleging neemt toe als het warm wordt. Als mensen buiten... Ja. Maar dat heeft ook met de drank te maken. En ook een typische beleving in Nederland van een mooie zomeravond is je vol laten lopen. En dan gaat het nogal eens mis. En dat is misschien ook het antwoord dat in zuidelijke landen toch minder is. Want Italië en Spanje is dronkenschap niet zo normaal. Maar ze drinken wel wijn, hè? Ze gaan ook goed gemarineerd door het leven. Ja, klaar. Die kredietcrisis, hè, wat gaat u ons behalve hier en daar wat ruzies nog meer brengen? Bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Op het gebied van wonen, je zult toch, toch toe moeten. Kijk, als de kredietcrisis voorbij is en krijgen we een energiecrisis erachteraan. Dus je moet toch groener en duurzamer en energiezuiniger huizen. Dat zul je toch wel nodig hebben. Ja. Dan zullen we toch naartoe moeten. Maar wat denkt u aan dan? Zonnepanelen. Huizen die straks gewoon zichzelf van energie kunnen voorzien. Voor een deel met zonnepanelen. Die gaan sneller dan windenergie, hoor. Windenergie is minder rendabel. Maar zonne-energie wordt steeds rendabeler, gaat steeds harder. Maar ook, je hebt die zonnecellen straks gewoon in de verf van de buitenkant van je huis. Waar ze dus deel kunnen doen. In de ramen gewoon zitten ze er ook al in. Maar op wat voor termijn moet ik dan denken? Ja, hoe lang gaat dat duren? Nou, dit gaat nu... Binnen 5 à 10 jaar is het wel zover dat ze dat kunnen doen. Als je kijkt naar Corus, het vroegere hoogovens, dat gaat nu staal maken. Hè? Zoals de buitenkant van een IKEA-vestiging. Helemaal van blauw geschilderd staal. Daar zitten straks gewoon de zonnecellen in. En het hele ding kan zichzelf voor energie voorzien. Heb je dus geen energiebedrijf meer voor nodig. Nee, maar waarom doen ze het nu niet? Omdat het nog even duurt. Je hebt nu zonne-energie op basis van die siliciumtechnologie. Dat hebben we nu. En wat je straks krijgt is op basis van nanotechnologie. En dat duurt nog een paar jaar om dat te ontwikkelen. Dat zie je. Er wordt soms iets te vroeg geroepen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de auto-industrie. Er wordt nu geroepen dat we aan een elektrische auto gaan. Ja. Ja. Maar die batterij is nog niet klaar. Die accu is nog niet klaar. Dus het duurt zeker 5 jaar voor ze er zijn. En wat zie je? Mensen kopen nu geen nieuwe auto. Want ze denken, dat is oude technologie. We wachten tot die elektrische er is. Maar het duurt nog minstens 5 jaar. Maar... Dus je kunt beter toch een interim auto kopen. Maar is het ook niet zo dat de olie... maatschappijen, of ben ik een beetje paranoia, het liever tegenhouden, die elektrische auto's? Nou ja, kijk, de eerste auto's, de eerste Ford T reed op biobrandstof die gemaakt was uit mais. Daarna had je al, in de jaren 20 en 30 hadden we al elektrische auto's en op stoom, ook auto's op stoom hadden we. Je zou dat kunnen doen, maar toen ging de auto-industrie een coalitie aan met de olie-industrie en kregen we wat we nu hebben. Maar we hebben pas 25% van de olie gebruikt die in de grond zit. 75% is er nog. Laten we dat liggen, dan gooien we een economische waarde van 3000 triljoen euro weg. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die er belang bij hebben dat eerst op te gebruiken voor we verder gaan. Ja. Maar goed, door de klimaatsverandering wordt dat een lastiger iets. Hè? Al die CO2-uitstoot enzovoort. Dus er moeten alternatieven komen. Maar dat wordt dus nog wel een oorlogje voordat dat... Er zijn natuurlijk gewoon heel veel belangen. Maar dat zie je niet alleen in de olie-industrie, dat zie je bijvoorbeeld ook in de vis. Wereldwijd geven wij meer subsidie aan de hele visindustrie dan de verkoop van vis oplevert. Het is volstrekte waanzin. En dat soort dingen hebben we dus ook in de energiesector. En dat
is gewoon decennia lang zo gegroeid. Ja. Allerlei mensen hebben er belang bij dat zo te houden. En dat is natuurlijk lastig om dan innovatie door te voeren. Nou, het gekke is, we hebben het over de toekomst en over wat er allemaal te wachten staat. En toch zegt u ook, dat lijkt dan bijna weer in tegenspraak tot wat u nu zegt. We gaan weer een beetje terug naar de middeleeuwen. Nou ja, kijk, wat ik zeg is dat een aantal dingen nieuw lijken, maar gewoon nieuwe vormen zijn voor oude dingen. Kijk, in de middeleeuwen werd er over je gerold op het dorpsplein. Nu gebeurt het op huis. Ja. En dan met meer resultaat. Als je in de middeleeuwen stout was geweest, werd je door de rijdende rechter van toen aan de schandpaal genageld. Nu doet Peter R. de Vries het voor je, of u doet het. of ze doen het zelf in uw uitzending, maar oké. Okay. Maar dus het concept van roddelen is hetzelfde. Het concept, of het principe dat als iemand stout is geweest, dat je hem straft door hem aan de schandpaal te nagelen, is hetzelfde gebleven. Mm-hmm. Er is alleen een nieuwe vorm voor gevonden. Nou, en dat ga je dus steeds meer zien. Het korte lontje hadden we in de middeleeuwen ook. Toen het daarna beter ging, werden we koest. En nu worden we weer een kort lontje. Dus dat zijn allemaal golfbewegingen, net als in de economie. Wat we nu hebben, is een economische winter. Ja, dat is altijd. Eens in de zoveel tijd hebben we economische winter. Dan de lente, de zomer, de herfst en dan begint het feest opnieuw. Ja. Dus dit is de vijfde keer dat we een economische winter als dit hebben in 200 jaar. Het is helemaal niet zoveel nieuws onder de zon. We moeten er even maar aan wennen. Het wordt soberder. En komt het weer beter. Het wordt een stuk soberder. Maar nou adviseert u onder andere de overheid, de politiek. Wat doen zij met uw adviezen? Nou, de ene doet er wat mee en de andere schrikt er zo van dat hij denkt van... Maar is er een voorbeeld te noemen van iets in de politiek wat... Nou, ik heb vooral veel met ambtenaren te maken. Hè? Want ik bedoel, een politici is slechts een passant, zegt iedere ambtenaar. Wij blijven zitten, dus het is inderdaad ook verstandiger om het met ambtenaren te doen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar vergunningen. Je ziet bijvoorbeeld dat vergunningen best geautomatiseerd kunnen worden. Je hebt nu bijvoorbeeld een bank waar je tot 50.000 euro krediet kan krijgen. Het wordt beoordeeld door een computer. Er komt geen mens meer aan te pas. Die computer zegt, jij krijgt 50.000 euro, jij niet. Klaar. Ja. Waarom kan dat niet ook met vergunningen? Als bijvoorbeeld je een vergunning vraagt om een schuurtje in je tuin te bouwen. Het is altijd hetzelfde, want 50.000 euro is ook hetzelfde. Kun je maar dat betalen advies niet meer. Heeft heb u bijvoorbeeld gegeven aan een aantal gemeenten? Ik zeg, als jij nou bijvoorbeeld besluit, want burgers ergeren zich aan het feit dat die vergunningen zo lang duren. En waarom moet je wachten tot de ambtenaar er is? Laat die computer het beoordelen. Nou, bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat zie je nu dat de inspectie Verkeer en Waterstaat dat nu overneemt. En heel veel vergunningen voor landingsrechten, rechten voor vrachtwagens en dat soort dingen worden straks, dat wordt nu ontwikkeld, door een computer verstrekt en niet meer door ambtenaren. Okay. Ook al, omdat, en daarom gaan de leesjes omlaag, dus iedereen weer blij. En dat heeft voor een deel te maken met vergrijzing. Er zijn dus straks minder ambtenaren om al die vergunningen te moeten behandelen en te doen en wat dan ook. Dus laat het door een computer doen. Dan kun je gewoon de andere ambtenaren die er dan nog over zijn nuttiger werk laten doen. Zoals goed contact houden met de klant enzovoort. Ja. Nu zegt u vergrijzing. Ja. U was er eigenlijk ook wel voor verhoging van de pensioenleeftijd, toch? Absoluut. Kijk, als je nou kijkt naar onze goede oude Drees, die voerde de AOW en pensioenleeftijd in van 65 in een tijd dat we doodgingen op 66. Het was maar voor een jaar. Nu zijn we niet meer dood te knuppelen en we willen nog steeds met 65 met pensioen. Dat kan niet. En het is natuurlijk pijnlijk om het van een Surinamer te horen, maar doorwerkend moet. En dat is alleen al omdat het gewoon niet te betalen is. Mijn generatie moet gewoon met 75 met pensioen en we vinden het prima. 75, meteen 10 jaar erbovenop? Ja, nee, maar als je kijkt naar Drees, in de memorie van toelichting van die wet, en dat staat ook in het boek, Drees had al opgeschreven dat de pensioenleeftijd elk jaar vanaf de jaren 50 een paar weken omhoog moest. Hadden we de formule van Drees gevolgd, dan was hij nu al 72 jaar geworden. Ja. Dus ik ben nog heel mild met mijn 75. Ja, maar Drees zei 72. Maar u moet toch ook een beetje toegeven. Ik kan me voorstellen dat u tot uw 75 wil blijven werken. Boekjes schrijven, hier en daar eens aanschuiven. Ja, hartstikke leuk. Als je nou stratenmaker bent of dan in de metaalwerk, dan kan ik me zo voorstellen dat 75 niet op te brengen is. Wat ik verwacht is dat we toegaan naar een gedifferentieerd pensioenstelsel waarbij degenen die fysiek op zijn eerder gaan en anderen bijvoorbeeld op 75 of 80 gaan. Ik denk dat je steeds meer variatie gaat krijgen, maar dat dus die unanieme regel van het is voor iedereen schloes of 75, dat voorbij is. Het is 1 niet meer te betalen. 2, het is niet meer van deze tijd. 3, we hebben een nieuwe trend. Scheiding onder 65 plus, omdat mensen zich vervelen. Zitten ze naar elkaar te kijken en zitten, moet ik nog 20 jaar met deze? Rot op. Dat is wel weer werk voor mensen Visser. Maar ik weet niet of je er ook echt scheidingen van. Ik zie dat nu in mijn vriendenkring onze ouders gaan scheiden. Wij zijn helemaal verbijsterd. Waarom gaan die mensen nu scheiden? Hoop. Blijf bij elkaar. Ja. Maar ga werken. Ja, ja, ja. Goed, hartelijk dank. Wij hebben dus nog heel veel te verwachten van u, want dit boek staat nog vol met al die micro-trends die al leven. Dus die gaan allemaal nog tot volle bloei komen. Hartelijk dank. Hartelijk dank.